Ondernemen in één woord, fantastisch. Te gaaf. Doen. Veelzijdig. Vrijheid. Leuk. Doen. Eerst wat er in me opkomt is avontuur. Maar dat vind ik ook een beetje cliché. Er zit een stuk ambitie in. Afwisselend. Ik denk dat ik daarvoor ga. Het leukste aan ondernemen vind ik toch wel je eigen ontwikkeling. Dat je zelf kan bepalen welke opdracht je aanneemt, hoe je die invult, met wie je wilt samenwerken. Wat ik leuk vind aan ondernemen is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je dagindeling, maar ook voor je doen en laten, voor je succes. Mensen is leuk. Alle soorten, maten, kleuren, klanten, rijk, arm. Invullen van dingen zoals jij denkt dat het moet. Misschien wel je onzekerheid die je hebt van het salaris wat er binnenkomt. Oh ja, zeg maar de financiële aspecten die erbij komen, administratie, aangiftes, dat soort dingen. Al zo'n bureaucratie, handtekeningen, stempeltjes. Het zijn toch de risico's. Aan de andere kant zijn dat toch ook wel weer de dingen die het meest aantrekkelijk maken. Omdat ja, het is toch een soort spelletje. Beste tip voor het beginnen met ondernemen, ja, dat is eigenlijk gewoon van leer jezelf kennen. Goed onderzoek doen. Focus. Ik denk dat dat een hele goede is. Niet snel van start gaan. Dus echt bij begin beginnen. Wat wil ik gaan doen? Maar zijn er ook klanten die daarnaar überhaupt op zoek zijn? En wie zijn je concurrenten? Het beste tip om ondernemen is gewoon echt doen. Ondernemen in het woord is ondernemen. Actie verrichten. Dus ga actie verrichten. Dat denk ik eigenlijk wel. Of ik dan nog zo heel actief ben als ik nu ben, is een ander verhaal. Maar... ja, dat is een andere verwachting. Ja. Ik hoop het wel. De komende 100 jaar. Ik ben over 70 jaar nog ondernemer. 100%. Over 10 jaar ben ik zeker nog ondernemer. Daar ben ik er heilig van overtuigd.